Hoi, goeiemorgen. Um, deze look heb je al een keer gezien. Waarschijnlijk als je de vorige video hebt gekeken. Um, bedankt voor het kijken naar mijn kanaal. Welkom terug op mijn kanaal. Goeiedag, goede avond, goeiedag, goede nacht, goede Wanneer je dit ook kijkt. Um, laten we beginnen met allereerst wil ik jullie een heel gelukkig nieuwjaar te wensen. Um, het is net geweest. We zitten nog allemaal vol in elkaar. De beste wens toewensen. Toe, en dat wens ik voor jullie ook. Um, ik hoop dat het jaar je gaat brengen wat je zoekt. Dat je gaat brengen wat je gelukkig maakt. Um, het kan nooit 100% helemaal lollig zijn, natuurlijk, want zo werkt het leven gewoon niet. Maar ik hoop dat je overal uh, terugkijkt op een fijn 2023. En dat de vooruitzichten voor 2024 je brengen wat je wil. Alleen maar leuke dingen. Ik wens jullie alleen maar leuke dingen. Ik hoop dat dat lukt. Dat lukt mij nooit helemaal. Want er is altijd wel dingen die je tegenvallen in je leven. Um, want zo, zo is het nou eenmaal. Maar ik hoop dat het jullie alle goeds brengt die je verdient. En uh, ook als je het niet verdient, hoop ik toch dat het alle goeds voor je brengt. Um, ik zit even voor me te kijken. Ik heb heel veel spul voor me staan. Ehm. Um, want we gaan de beste spullen van 2023 doornemen. Disclaimer: ik zie ineens allemaal vuiltjes en zo. Ik ben geen professional. Ik bekijk dit vanuit een persoonlijk consument um, oogpunt. Um, dat wil ik gezegd hebben. Als ik iets goed vind of minder goed vind, maar ik doe niet de minder goed vinden, want um, ik hou het graag positief. Als ik het goed vind en jij vindt het niet goed, betekent niet dat er iets mis is met jou. Um, Make-up is een persoonlijk ding. Dus iedereen vindt iets anders leuk. En dat hoort ook zo. En dat moet ook zo. De dingen die bij mij passen, met mijn huid: ik, heb een, uh, ik ben 50 en ik heb een uh, droge huid. Dus een wat oudere, droge huid. Ik heb wat uh, kleur... Ja, dat zie je nu niet, want ik heb concealer op. Maar ik heb wat verkleuringen in mijn gezicht. En roodheden en kopereuzen uh, waarschijnlijk. Um, af en toe kijk ik daar, want daar is de spiegel. En dan kan ik kijken of het allemaal nog goed zit. Um, dus... Um, voel je niet aangevallen als het niet hetzelfde is als jouw mening, hè? Ieder zijn eigen mening. Let's agree to disagree. You do you. Um, nou, heel veel meer standaard uitspraken kan ik er niet uitgooien. Dus um, laten we beginnen. Laten we allereerst beginnen met deze. Als je deze nat maakt, dan wordt die zo. Dan is hij echt ook wel squishier. Um, deze zijn van Boosie Shop. Dit zijn marshmallow sponsen. Deze heb ik gebruikt vandaag. Um, en ik, deze is specifiek, maar ik vind deze, als je ze in de was doet, ik was ze altijd in zo'n zakje met uh, herwasbare watjes, worden ze grijs. Waarom? Weet ik niet. Die andere heb ik bedacht, die ga ik op de hand wassen en dan kijken of die mooi roze blijft. Maar in het grijs doen ze ook hun werk. Um, ik vind die marshmallow sponsen heel fijn. Die heb ik dit jaar ontdekt en dat is uh, ja heel fijn, heel fijn. Um, we gaan beginnen met primers. Wat ik naar mijn idee en ik heb het wel genoteerd in 2023 allemaal heb geprobeerd. Ik heb veel meer geprobeerd dan dit. Um, maar dit zijn de producten die er voor mij uitzaken, of favorieten geworden: De Forever Glow Veil Primer. Prachtig. Prachtig. Ik vind dit zo fijn. In ieder geval als je een droge huid hebt. Ik doe even mijn mandje weg. Um, want dan kan ik, als ik uh, heel slim ben, het gelijk opruimen. Ik weet niet of dat gaat lukken. Maar goed. De um, Forever v Glow Veil. Ze hebben ook een matte variant. Maar deze wilde ik heel graag proberen. Uh, heb ik toen nog een heel relaas op YouTube gezet. Dat Dior geen proefje heeft hiervan. Of geen proefje wil maken hiervan. Ik heb de fles gekocht. Ik vind hem geweldig. Uh, dan de Max Factor Miracle Pure Primer. Ik vind deze hele lijn eigenlijk heel fijn. Um, maar specifiek de primer. Het is een jelly primer die echt heel fijn hydrateert en werkt op een droge huid. Dan heb ik, en dat weet ik niet, of dit nou een Unrol mention is, of dat ik hem in 2023 echt nieuw heb geprobeerd, of dat het al in 2022 was. Ik weet het eigenlijk niet meer. Maar heel hoog op mijn lijstje staat. De Iconic London Underglow Blurring Primer. Heel fijn. Je ziet ook dat ik echt wel wat van me gebruikt heb. Deze is echt. Ja, deze is echt favoriet. En waar ik heel erg van onder de indruk was, en die ik ook. Ik gooi even alles om redelijk vaak gebruik. Is de Catrice Soft Glam Filter. Deze is dit jaar uitgekomen. Die kennen we natuurlijk allemaal. Hè? Um, de Charlotte Tilbury doep. Ik heb hem van Charlotte Tilbury. Ik heb hem van Elf. Ik heb hem van Revolution. Maar deze van Catrice vind ik de mooiste. Um, dan uh, hetzelfde met de Iconic London Primer. De. Ja, volgens mij heet die Skin Smooth. Ja, skin tint, blur, skin tint, blur, smooth skin tint, weet ik niet. Absoluut een favoriet. Uh, verder heb ik dit jaar voor de eerste keer geprobeerd en de lijn kende ik al, maar het product niet: de L'Oreal Age Perfect BB Cover. Heel fijn. Ik heb ook de serum uh, foundation hiervan. Um, vind ik vind het een hele fijne lijn. Wat heb ik nog meer geprobeerd? Uiteraard de Maybelline Superstay Skin Tint. 24 Hour Skin Tint. Ik heb de kleur 02. Uh, ja, heel fijn. Wordt regelmatig gegrepen door mij. Helemaal aan het begin van het jaar heb ik de Chanel Sublimage Foundation geprobeerd samen met de concealer. Wauw. Wauw, dit is zo mooi. Dit is zo duur, maar zo mooi op je huid. Ik vind het de prijs waard, absoluut. Voor zowel de foundation als de concealer. Een favoriete concealer is ook de Huda. Zal ik mijn bril eens opdoen dat ik ook echt kan voorlezen hoe het heet? Dit is de Huda Beautiful Luminous Matte Concealer. En ik heb yoghurt Drops. Dus 1,5b. Absoluut proberen. En dan. Ja, en dan. De klappen van het jaar. En aan de ene kant jammer dat het pas aan het einde van het jaar kwam: de make-up by Mario. Ik heb de foundation in 1C en ik heb de concealer in 120. Dit is de Surreal Skin Awakening Concealer en dit is de Surreal Skin Foundation. Wauw. Jammer dat dit pas in december kwam, maar het is wel de klapper die in december hoort. Dit is echt. Ja, um, ik heb ook wel heel veel um, um, reviews, dat is het woord wat ik zocht, erover gezien uh, van mensen die hem niet fijn vonden, die hem glitterig vonden. Of, uh, nou, de glitters die erin zitten, die zie ik niet. Maar ja, hè, 50. Um, maar op een droge huid en zeker op een wat oudere, ja. Wat ik dit jaar geprobeerd heb voor de eerste keer is Pat McGrath. En dit is de Skin Fetish Sublime Perfection Blurring Under Eye Powder. In de kleur Light. Dat is deze. Ja. Maar ik gebruikte hiervoor de Essence uh, Banana Brighten Up. Die is op, dus nu gebruik ik deze. Ehm. Um, Even alles schoonmaken. Dit is de Kiko Radiant Fusion Baked Powder in 01. Deze is heel mooi als finishing powder. Geeft een hele mooie subtiele glans over je huid heen. En dat doet ook de Catrice Soft Glam Filter Powder. Um, de kleuren erin. Hij corrigeert niet echt. Als je dit aanbrengt met een puff, uh, dan krijg je echt de kleuren te zien. Maar als je dit aanbrengt met een uh, kwast, dan zie je. Ik hou hem hiernaast. Dat werkt natuurlijk niet. Dan zie je de kleuren niet op je gezicht verschijnen. Hij is redelijk licht. Uh, uit zich op je huid. Maar hij geeft zo'n mooie glans. En ik heb gehoord dat het een doep is van de Hourglass. En die heb ik zelf niet. Maar heel fijn. En wat heel mooi is, is de. Mora Set and Correct Loose Powder in 05 Rose Pink. En dat is zo'n poeder met drie van die kleurtjes. Um, dit is gewoon een, een prima uh, setting poeder. Maar wat ik hier geweldig aan vind, is hij blurt. Hij blurt dit helemaal. Ja, Zelfs, zelfs Dennis viel op. En dat zegt wat. Uh, wat ik ook dit jaar heb gekocht is de Unlimited Blush in kleur 12 van Kiko. En dit is een hele mooie, natuurlijke blush. Hele mooie, natuurlijke, beetje bronziekleur. kleur. Um, ja, gewoon echt heel fijn. Wat ik ook heb gekocht en wat ik wel vaak gebruik, maar wat niet echt in mijn. Smaak zou vallen. Normaal is de Chanel Fantasy de Chanel Poeder Blush Illuminate, Illuminating Blush Powder, en dat was dan deze met de CC erin, heel mooi voor een roze blush. Uiteraard kunnen we niet op tegen de Soft Pop Powder Blush in Desert Rose. Van Makeup bij Mario. Heel mooi. Niet te roze. Gewoon prima. Ook heb ik dit jaar eindelijk de Rosy Glow blush gekocht van Dior. En ik heb de kleur 012 Rosewood. Dat is een redelijk donkere blush. Maar je kan hem heel licht aanbrengen en hij is heel mooi. En ja, ook ik ben overstag gegaan voor de Pat McGrath blush. Dit is de dit is, uh, Blush Without Caution. Dit is de Fabulous Flirtatious. Hallo? De skin fetish divine blush in Flir flirtages. Flirtages is dit. Is een hele um, lichte blush, maar zo mooi op de huid. Zo mooi. Zo mooi. Dan heb ik, um, ja, dit. <laughs> Is absoluut geen dupe van elkaar. Ja, het is wel een dupe, maar niet in de kleur. Ik heb de Charlotte Tilbury Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand in de kleur Pillow Talk. Je ziet dat ik, ik heb hem al heel vaak gebruikt. En ik heb van Revolution de Matte Blush in Sultry Peach. Het product is nagenoeg hetzelfde wat eruit komt, maar de kleur is natuurlijk anders. Uh, maar allebei vind ik echt heel fijn om te gebruiken. Dan gaan we naar bronzers. Die niet. Um, de Moira Contour. Dit is de kleur 100 Fair Light. Hele mooie, hoe heet dit? Face Sculpt Liquid Contour. Absoluut een aanrader. Niet te duur, te koop bij Boosie Shop. En ik heb de Elf Halo Glow Beauty Wand in Contour. Dit is de lichtste kleur. Um, ja, ik moet zeggen, de blushjes zo gebruik ik niet zo vaak, want die zijn heel erg glimmerig. Maar de contour vind ik echt heel fijn ervan. Wat ik ook fijn vond aan het begin van het jaar, is de Catrice, Catrice? Catrice? Catrice. Holiday Skin Bronze and Glow Palette. En dan voornamelijk de bronzer. Die heel fijn is. Um, en wat ik ook fijn vind. Is de Catrice Melted Sun Cream Bronzer. Fijn product. Kan ik goed mee werken. Kan ik goed mee overweg. En niks mis mee. En uiteraard de Make-up by Mario Soft Sculpt Bronzer. In de kleur Light. Ja. Ik ben onwijs onder de indruk van de Mario-spullen. Ja. Ik... Um, voor mijn had ik één product waarvan ik heel erg onder de indruk was. Mocht ik eigenlijk niet meer zoveel gebruiken. Dat is de Catrice Stay Natural Brow Stick. Wij kennen deze nog met zo. Uh, dat uitdraaien. Zo. Die hele grote. Nou, um, ik gebruik hem niet meer zo vaak. Maar ik was er onwijs van. Onderen, en nog steeds wel. Uh, dan gaan we naar ogen. Wat ik dit jaar geprobeerd heb. En wat absoluut niet een nieuw product was. Maar voor mij dit jaar nieuw. Uh, is beland in mijn elke. De everyday bakje, tasje. Want ik gebruik hem bijna elke dag. Is de Elf. Hoe heet dit? Zijn dit de bite-size uh, lipstiften? Uh, lipstiften. Oogschaduws. In de kleur I Love Your Latte. Dit zijn vier matte kleuren. Geweldig! Ik doe hem gelijk weer terug. Wat ook absoluut een favoriet van mij is geworden. En wat ik uh, met veel plezier gebruik wel hoor. Echt wel regelmatig. Is de Dior Backstage Eye Palette in cool 002 Cool Neutrals. Dat is deze. Heel fijn palet. Echt heel fijn. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de Huda Beauty Matte palette. En dit is de Cool Matte Obsession. En die hadden ze ook een warme variant van. Die heb ik niet. Want ik hou meer van cool. En die zien er zo uit. En dat is ook echt een heel mooi palet. Wat ik nog heb... Um, en het hoort een beetje bij de blush, bij de bronzer en bij de oogschaduw... Is de Le Quatre Rouge Jeux et Joux. Eyeshadow en blush palette in 957 Tendresse. Dit is die enorme Chanel unit. Waar dan vier kleuren in zitten... Die je zowel als bronzer, als blush en als oogschaduws kan gebruiken. Neem dit mee als je weekendje weggaat en je hebt voor je hele gezicht spullen bij je. Ideaal, ja. Um, dan hebben we mascara's. En ik heb toch aardig wat mascara's. Dit zijn allemaal budget mascara's. Geprobeerd dit jaar. En. Um, ik ga uh, beginnen met de minste. De minste is de Catrice Pure False Lash Beyond Black mascara. Het is de minste, maar nog steeds prima voor elke dag. Dan heb ik de Lash Changer Volume mascara uit de Winnie de Pooh collectie. Niet bijzonder geweldig, maar prima voor elke dag. Dat klinkt allemaal heel raar, hè? Um, dan heb ik de Elf Lash and Roll Mascara. Ja, deze was echt heel fijn. Deze is op, maar deze was echt heel fijn. Ik heb de Pure Volume Magic Brown Mascara van Catrice. Ja, ideaal. En dan heb ik deze twee, want ik heb de bruine en de zwarte. Dit zijn de Ashens, Essence. De Essence Last Without Limits Extreme Lengthening Volume Mascara's in bruin en zwart. Halen, halen en proberen. Wie kent deze al? Laat me weten in de comments. Deze zijn geweldig. Uh, dit is een backup, die bruine. Dus die gaat gelijk terug. Die andere, volgens mij, niet. En dan heb ik lipproducten. Dat is wel veel. Dit is wel een lange video: de Drunken Diamonds Lip Plumping Lip Balm in de kleur 040. Deze is zo mooi en voelt zo fijn op de lippen. Dan heb ik twee van de Revolution Allure lipstiften. Ik heb de kleur Wifey Dusky Pink en Chauffeur Nude. Dat zijn deze van plastic. Het voelt echt heel zwaar. Met... Het is geen magneet. Het is een klikker. Um, en dit zijn matte lipstiften. Maar die zijn echt geweldig. Dan heb ik um, de L'Oreal de Infallible Liquid Lipstick. En ik heb de kleur 105 Breakfast in Bed. Dat is deze. Die valt donkerder uit dan je denkt, overigens. En dan heb ik de Intense Volume Mat in Le Beige Freedom. Dit is de kleur 500. Deze heb ik ook in het zwart in een aantal kleuren. Maar deze kleur specifiek. Heel mooi. Ehm. Um... Wat ik nieuw had, deze... Oh, oh er ligt nog crème hier. Dat moet even rechtop. Um, is de Milani Stay Put Liquid Lip Longwear Lipstick in de kleur 120. Deze blijft bij mij echt lang zitten. Um, wat ik heel fijn vond, is de Charlotte Tilbury... En hoe heet dit? Ja de liquid blur, de air blush, brush blur lip in de kleur pillow talk. Uiteraard kon niet de ultra suede crazy lip cream in nude suede van Mario ontbreken. Geweldig, oh. geweldig. Ik pak hem zo op. Dan heb ik nog van Essence de 8 Hour Matte Liquid Lipstick. En het grappige is dat hier dus nergens op staat welke kleur je hebt: Comfort comfortable en kiss-proof. Wat irritant is dat, hè? Dat dat er niet op staat. Dit is in ieder geval de nieuwe versie. Die deze, dit jaar is uitgekomen. En volgens mij is dit de ene lichtste kleur. Goed. Droog. Wel droog. Ja. Dan heb ik in, L L in Londen. Ik ben helemaal niet in Londen geweest. Ik ben in Parijs geweest. En daar heb ik de Makeup Forever Artist Color Pencil gekocht. In de kleur 600 Anywhere Caffeine. Nou, die gaat viral. Maar die is echt heel mooi. <coughs> Bijna aan het einde. Wat ik ook dit jaar heb geprobeerd. Nou, niet de volume. De formule. Is de Kiko Milano 3D Hydra Lip Gloss in de kleur 45. En dit is een limited edition met een gouden dop. Normaal hebben ze zilver. Um, maar dit is een hele mooie kleur. Kleur 45. En dan. Ik kan het niet laten. Het is een van mijn favoriete merken. Uit de nieuwe update van Catrice hadden ze de plumping Lip Liner in de kleur 69. Man Manhattan. Manhattan. hatten. Hm. Um, plumping? Nee, kleur geweldig. Dan heb ik de Scandalous Matte lipstick in de kleur 030. Ja, Me Right Now heet die. Het heeft, er ligt hier crème. Het heeft een crème gelegen. Dat is deze kleur. Volgens mij komen mijn mannen thuis. Dan heb ik de Catrice Marbelicious Liquid Lip Balm in de kleur 030 Don't Be Shaky. En wat absoluut bij mij favoriet is is de matte intense lip pen. En ik heb de kleur 010 Cinnamon Spice en 060 Mocha Me Happy. G geweldig. Geweldig gewoon. Ze zijn geweldig. Dit waren mijn absolute favorieten van alles wat ik in 2023 heb geprobeerd. Ik ga er heel snel een einde aan breien. Um, want het duurt al lang genoeg. Bedankt voor het kijken. Doe je duimpje omhoog. Laat in de comments even weten wat jouw favorieten waren. Ken je deze producten? Heb je ze geprobeerd? Wat vind je ervan? Um, laten we meningen uitwisselen. Dan kunnen we altijd nog uh, um, daarover praten. Heb je uh, andere producten waar je zegt: joh, die ben je vergeten, dat moet je absoluut proberen. Laat het me weten. En dan zie ik jullie graag bij de volgende. Doei!